In de slow jazz van je hoofd ontstaat soms het gevoel dat je de hele stad kan bevriezen, laten stilstaan in de tijd. Dan zie je winterbloemen op de dansvloer groeien, hoor je de trompetten schallen en de bommen een hip deuntje fluiten in de holle haven van je mond. Wat mij aantrok aan het project zelf was die vernieuwende jonge blik op Paul van Ostaaien, want vaak wordt het inderdaad in zijn eigen context gezet, in van die historische tijdsperiode. Maar om het dan nu op het heden te betrekken, dat geeft toch wel een extra dimensie, vind ik. Dat toont toch dat Paul van Ostaaien nog echt leeft en dat zijn literatuur ook nog steeds heel relevant is. Ik heb geprobeerd om zijn werk naar vandaag te vertalen door te kijken hoe zou Paul van Ostaaien, als hij vandaag leefde, hoe zou hij dan naar de wereld kijken? Ik heb dan een gedicht geschreven, gebaseerd op Bezette Stad, over een feestje eigenlijk in een club en dan het gevoel dat je dan krijgt wanneer je buiten komt en het is terug licht. En dan zorgt dat voor een heel raar tijdsgevoel, een soort van totaal gebrek aan tijdsbesef. En dan zijn de straten ook leeg vaak, als het dan nog heel vroeg is. En dan, ja, dat geeft dan zo'n buitenaards gevoel, alsof je echt in een andere wereld beland bent en iedereen opeens verdwenen is. En ik denk dat Paul van Ostaaien bij het zien van de stad die bezet is, ook misschien wel dat gevoel had. Want hij schrijft ook bijvoorbeeld over de haven die opeens spookachtig is. En het gevoel van de verlatenheid van de stad vond ik heel interessant. En heb ik dan proberen te vertalen naar nu. En daarbovenop heb ik nog een soundscape gemaakt om die desolate sfeer, die verlaten sfeer te onderstrepen. Dus om het ook, ik heb dat ook redelijk kaal gehouden, om dus de wind te imiteren die door de straten waait en die het gedicht vergezelt eigenlijk in een opname. De corona-lockdown is dan natuurlijk een beetje een dankbare inspiratie geweest, omdat het dan ook een beetje lijkt alsof de stad bezet is. Er zijn geen mensen buiten, er is niks te zien. En toen ik het schreef was het ook in volledige lockdown bijna. Dus ja, op die manier is het toch niet grappig, maar toch interessant om te zien hoeveel parallellen dat er zijn tussen de wereld van toen en de wereld van vandaag. Wat mij het meest bijgebleven is van het project is denk ik die interdisciplinariteit. Dus dat er op zoveel manieren naar die poëzie gekeken kan worden. En de kunstwerken die gemaakt zijn door de andere kunstenaars die aan het project hebben deelgenomen, die zijn fantastisch om te zien. En het is heel leuk om te zien dat die poëzie zoveel verschillende uitingsvormen kan hebben.